de stad ermee afzetten. Ja. Dus je krijgt een soort in de stad, uit de stad. Ah, ja. De politiek, wie woont waar en zo. Met die poorten, met die vrijheden en zo. Dan kun je ook iets, als je die muur toch neemt, moet je beseffen dat het niet alleen maar stenen zijn. Spaanse omwalling gehoord is zo van dat ze heel lang dachten van dat de Schelde dat wel dan oké was, maar toen dat ze dan toch merkten dat echt toch super breed was en dat ze eigenlijk niet volstond om dat te verdedigen en dat er dan vrij snel ook een aanval vanuit Nederland is gekomen. En dan hebben ze uiteindelijk besloten om zo twee bastions toch dichter, dus om eigenlijk de muur dus dichter te maken, dus de opening kleiner. Ja, kleiner. Dus er zijn deze twee bastions, die zijn later. En die heel grote, zo er zo, ergens. Is er niet zo'n heel groot? Ik heb het misschien tot een paar jaar later, als de citadel. Dat is, dat is de citadel. Dus dat is nog iets anders. Dat is eigenlijk helemaal het zuid nu. Het zuid, Kasteelpleinstraat. Ja, alles is daar zo. Want wij gaan nu, gaat er een archeologisch onderzoek komen in de Verlatstraat, zo, waar dat die een bowling is. Kun je zeggen, zo, die Antwerpen bowling was er altijd. En die wordt nu afgebroken en er komt een onderzoek. En dat zit zojuist op een van die bastions van de citadel. Dus dat gaat nu eind maart starten, die opgraving. Dus, Antwerpen. Ja, hier hebben we dan dus ook nog eens, dit is het bastion waar wij nu staan, dan zie je dat deze stukjes dan verdwenen, hè, dus dat is dan opgenomen. Ik denk dat ik het definitief ontworpen, dus ook echt zo, voor een keer moet je beslissen over de ruimte die hier komt te staan. Was die neus eigenlijk echt zo vrijmisselarij? Nee, ja, dat is natuurlijk zo'n verhaal, hè. Allee, dat wordt zoveel, maar het is wel gewoon een heel bijzondere... Een heel bijzonder architecturaal element, hè, want het is echt een versiering. Hè. Het heeft geen. Het is niet omdat het aan het instorten was. Nee. Het is echt, echt bewust zo gedaan. En het is ook, het moet ontzettend moeilijk zijn, hè, want als je zo naar deze steen kijkt, die steen is echt precies geknikt gewoon. Dus dat is echt gewoon zo. Ja, moeten maken. Zo gemaakt hier allemaal. Dus dat is niet. Allee, dat is geen een bouwnaad. Hè. Dus ze hebben echt die steen zo gemaakt. Nou, ook dat topje zo. Dus. Dat zijn stenen. Er zijn meerdere bastions uit de 16e eeuw dat we dat al hebben teruggezien in andere, alleen in Frankrijk en zo. Dus het komt wel eens vaker voor, maar onze punt is natuurlijk de schoonste. Dat het ook dan aan die kant vanzelf alleen maar. Nee, ja, in de maquette is het ook wel echt alle kanten gedaan. Ik weet niet of dat echt zo is. Dat kan je zo vol. Ja. Ja. Dat is echt cool. Ik kan ook zien dat het is van anders komt. Nee, het is echt een versieringselement. Het heeft geen illuminatie. Het heeft geen water gezeten. Hè? Want zie je, dat water valt op taal, dus ja, onderwegen moet je wel op taal. De paar moet dat ding in het water hebben gezeten. Dat ligt heel laag eigenlijk. En de buurt ervoor was echt nog veel hoger. Nee, het is echt een versieringselement. En veel meters zitten er boven. Ik weet het niet.